Als je zo praat, gaat het goed. Als je zo gaat draaien, hoor je al helemaal niks meer. Snap je? Dus, ja, je moet hem echt met je neus... Yo, wat doe je? Ja, het is net alsof je weer bij Radio Rijnwoude bent. Ik ben er bijna nooit geweest. Waar niet? Bij Radio Rijnwoude. Oké, okay, komt u 1, 2, 3. Oh nee, wacht. Oké, okay, let's go. Je hebt hem nou 3 keer. Je hebt een goede klap. Dat dacht ik al. Welkom. Bij Kokos Macro nummer 2? 3. Nummer 3. Zijn gasten dit dan moeten zeggen? Ja. Ja, maar Dirk is een trouwe reisteraar. Ik wist het. Reisteraar. Maar wie ben jij? Ik ben Sjoerd Ketting. Ik ben Robert. Hallo. Welkom bij de podcast. Eindelijk weer. Een tijdje. Na een tijdje. Want het hebben wel echt lang geduurd, Rob. Hoe komt dat dan? Nou, vorige keer... We hebben Diede en Dirk hebben we al een paar keer uitgenodigd. Maar ik kreeg Rona. Ik ook. Daarna kreeg jij Rona. En toen had ik misschien heb ik Dirk aangestoken, of Diede aangestoken. Maar dat weten we niet. En toen konden we het weer niet opnemen. En Dirk die kon altijd. Ja. Ik kreeg elke keer een appje, echt 5 minuten, een half uurtje van tevoren. En we gaan, of een half dag eigenlijk van tevoren. Nee, gaat toch weer niet door. We hebben alleen maar Rona gehad. Maar vanavond zijn er weer 2 nieuwe leuke gasten bij ons. Ja, wie zullen dat? Dirk is hier al een keertje geweest. Maar jij nog niet, hè, Diede? Nee, ik heb het ook nog nooit gehoord. Nee. Echt bewust. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik heb al niet geluisterd. Express. En we zitten gezellig aan een biertje. Ja, proost. Proost. Jij zit aan de aqua. Ja, alles voor de proostgeluiden. Ja, ik ga niet te ver boven de apparatuur. Verstandig. Maar stel jezelf even voor. Hallo, ik ben Diede. Ik ben 32,5. Echt? Ja. Nou, bedankt. Graag gedaan. Ja. En dat ben ik. Oh, maar jullie zijn lekker helemaal zenuwachtig. Nee, Dirk, valt wel mee. Dirk, wie ik ben? Ja, jij bent al. Dirk. Ik dacht dat jij dikker was. Jij vriendin ook trouwens. Ik heb geen vriendin. Hey. Als je nog een verlovingsring wil kopen, moet je bij Diede zijn. Ja, 06. Je had een heel mooi berichtje. Hij is echt nog geen succes? Nee, 0. Maar de dag is nog niet om. Nee, het jaar ook niet. Het fiscaal jaar. Dus het kan allemaal nog zomaar beter worden, maar nee. Nou ja, maar goed, Dirk, jij bent er ook weer. Ja. Voor de mensen die jou gemist hebben vorige keer, wat ik me niet voor kan stellen overigens. Stel jezelf dan even kort en krachtig voor. Ja, kort was net, maar Dirk, 34 net geworden. Zo oud. Gefeliciteerd. Oud, hè? Pff, man. Ja. En schilder, vader, man. Wanneer was je jarig? Wanneer? 21 maart. Dat was echt de laatste. Ja, dat is zeker laatst. Gefeliciteerd. Wanneer is dat al? Dat is de dag na 20 maart. En de dag voor 23 maart? Ja, nee, 22. Nou, ik zit überhaupt nog te wachten op de housewarming. Dit gaat helemaal niet goed. Ben jij niet op mijn housewarming? Heb je housewarming al gehad? Nee. Oh, yo. Nee, ik ben ook niet uitgenodigd. Dit verraad. Echt bizar. Ik heb geen housewarming. Sinds jij in Leiden woont, is er in één keer niemand meer. Leidorp. Lidorro. Ja. Ja. Even de... Awkward Simon. Ja, daar gingen we voor. Dus. Ja, wanneer is die housewarming? Laten we dat dus even gelijk publiekelijk maken. Want dit schiet niet op. Zullen we het doen als ik mijn huis af heb? Ja, wat heb ik al die tijd gedaan dan? Baby's maken. Ongelooflijk weinig. Oké, nou. Je hebt 3 vierkante meter. Maar wat moet er nu nog gebeuren voordat je huis af is dan? De tuin moet nog af. Buitenschilderwerk. Dakkapelletje erop, dubbel glas. Dat was het eigenlijk wel. Maar een eigen huis is nooit af. Ey. Dus hoef je nooit een housewarming te geven. Ey. Dat zou echt zuur zijn. Ja. Ik heb behang staan krabben met een washand en zo bij jou. Dat is echt zielig echt voor me. Heb je dat echt gedaan? Ja, dat hij heeft mij 2 dagen geholpen. Ja, en dat ging echt voor geen meter. 1 dag. Okay. Oh, bij Dirk onderhoud. Nee. Bij mijn huis. Ja. Bij de verbouwing. Maar het schoot niet op. Nee. Dus toen heb ik hem wel tips gegeven. En toen ging het onwijs snel. Met het washandje. Ja, het washandje. Ongelooflijk. Hij kwam nog met een stoomapparaat. Maar jij bent wel al zijn stoomapparaat. Vertel het echte verhaal. Yo, nee.
Ik vind het nu al een leuk verhaal. Maar jij bent wel bij hem thuis geweest. Ik ben vaker bij hem thuis geweest, ja, zeker. Maar de housewarming zou komen, maar er is nog niks van gekomen. Maar dat bedankfeestje voor het helpen met klussen is wel geweest, toch? Ja, dat denk ik. Ben ik ook niet uitgenodigd. Was dat leuk of niet? Ja, het was super gezellig. Ja, echt? Ja, was oh, chill. Boven de 4 vierkante meter was dat. Oké. Okay. Waarom zo hoog? Ja, strek in de meter. De echte schilder, de winterschilder. Bizar. Nou, goed. Diet, hoe gaat het met jou? Nou, dat gaat nu weer goed. Ja? Ja. Waarom ging het er voorheen niet goed? Ik had ziek. Oh ja, je had een griepje, hè? Ja, en de rona heb je gehad. Je hebt er 2 gehad achter elkaar. Ja. Big collector. In je portemonnee? Ja, mijn Boontank portemonnee. Fucking chill. Boontank portfolio. Ja. Aftoppen die zooi. Goed, man. Hey, maar ja, nu gaat het wel weer goed. Een beetje snotterig, maar neuspray is de redding. Ja, dat helpt. Ja, super chill. Hoe is het met jou, Stuart? Hebben we dat al eens gevraagd? Nou, goed, dankjewel. Ik kom net terug uit Curaçao. Je bent aardig bruin geworden. Ja, ik ben echt heel vies bruin geworden. Ranzig gewoon. Ja, dat is niet normaal. Ben je gaat alleen zo gegaan naar Curaçao? Nee, ik ben toevallig met Robert ook geweest. Echt? Hoe was het, Robert? Ja, wat leuk dat je het vraagt. Ja. En hoe is het met jou? Ik ben dus niet bruin geworden, maar het was wel leuk. Ah, je bent ook bruin geworden. Ja, wel? Ja, wel. Ah, leuk. Je hebt wel een bruine toet. Ik heb al een speciaal wit shirt aangetrokken. Ja, dan ziet het er beter uit. Hey. Kom weer nog beter over. We zijn op camera, dus hallo. Hi. Zeg voilà. Zeg voilà. Pardon. Pardon. Doe normaal. Ja, dat is zo mooi. Nee, we hebben echt alleen maar mooi weer gehad. We hebben wel een paar kleine regenbuien gehad, maar het viel mee. En het was echt bloedheet. Echt bloedheet. Ja. En we hebben lekker veel dingen gedaan. Maar ik denk dat het bij jou zit in het hoogtepunt van de week of zo. Ja, die vakantie was wel gewoon het hoogtepunt. Ja, dat was wel super lekker. Nou, laten we daar, want de gasten zijn natuurlijk als laatste qua met het onderwerp Les Best. Dus inderdaad, ja, mijn hoogtepunt was wel de vakantie. Ja. En mijn dieptepunt was het einde van de vakantie. Ja, dan kun je dit ook al. In Nederland was. Ik kijk hier nu uit het raam, zie ik een bak sneeuw liggen nog steeds. Ja, dat is niet goed. 1 grote uienpan, 30 graden verschil. Heb je mijn trui trouwens? Ja. Merry Christmas heb je aan. Je hebt echt Merry Christmas aangetrokken. Oké, ik zit er al de hele tijd naar te kijken. Ja, wat een held. Ja, ik kan hem eigenlijk normaal maar 1 keer per jaar aan. Ik denk, nou, dit is een mooie gelegenheid om een 2e keer te doen. Ja, en dat is geen grap. Ja, nee, dus, je hebt het goed gedaan. Want, dankjewel. Er was geen sneeuw tijdens kerst. Nee, dat is waar. Dus nu, je hebt weer een geldige reden, maar heb je hem al de hele dag aan of alleen nu? Nee, ik heb de hele dag gewoon gewerkt. Oké. Okay. Maar dat kan niet in deze trui. Nee. Dan moet je hem doortrekken. Dan moet je hem doortrekken ook. Maar wat was jouw hoogtepunt, Sjoerd? Mijn hoogtepunt? Oh ja. Mijn hoogtepunt, ik dacht al dat jij misschien wel Curaçao had. Dus toen heb ik gekozen voor dat ik mijn eigen bedrijf ben begonnen. KVK'tje. Pardon. Let's go. Komt-ie. Daar heb ik... je hebt gelijk. Kom maar hier. Je mag hem hebben. Goed zo. Goed gedaan. Ja. Dat vind ik dus echt super vet. En ben ik ook wel... Ja, gefeliciteerd ook daarop. Oh ja. Laten we daarop drinken. Een beetje water. Oh, mijn cookie zit er nog aan. Lekker blijven plakken. En dus. En met dieptepunt strok die dan ook maar gelijk. Nee, maar wacht even. Hoe heet jouw bedrijf? Short Ketting. Wil je nog sponsoren? Origineel. Ja, tuurlijk. Ja, podcast sponsoren. Ik wil nog wel een podcast sponsoren. Oh, wil jij nog sponsoren? Plug hem maar eventjes. Ja. Nee, heel goed bedrijf. De podcast of wat wil je? Nee, gewoon jouw bedrijf. Let ik de naam gewoon Short Ketting? Gewoon Short Ketting. Gewoon ook. Gewoon Short Ketting. Dat is toch het huiswerk van de Albert? Ja. Die moeten ons wel sponsoren. Ja. Nee, we gaan gewoon lekker loodgieteren. En heel veel... Ja, eigenlijk werk ik heel veel samen met Pim. Ja. Met Pimmetje. Pimmetje. En dat gaan we vanaf nu doen. En als mensen jou onwijs graag willen inhuren voor iets anders dan... Loodgieter. Is altijd mogelijk. Altijd mogelijk. Als de juiste prijs betaalt, is alles mogelijk. Nee, waar kunnen mensen jou nou voor inhuren? Mensen die jou niet kennen en jouw vakkennis?
Was, gewoon een pijperij. Loodgieter. Alles met buizen. Alles met buizen. Ik buis wat af de hele dag. Nee, gewoon een loodgieter. Lekker buizen. Lekker buizen. Lekker pijpjes leggen. Lekker wc'tjes maken. Waterleiding keer raken. Dat heb ik ook een keer gedaan, ja. Dat is nou slechte reclame. Dat zeggen we niet. Dat nemen we dat terug. Dat was voor een ander bedrijf. Ja, ja. Dat was gewoon shortcutting uit te gaan. Als je op linkt op. Ja. Nee, dus dat ben ik nu aan het doen. Ik vind het wel leuk. Sprong in het diepe. Ik heb het nog nooit zoiets gedaan. Dus we moeten maar kijken. Ik ben gewoon bang dat ik iets verkeerd doe. Qua bedrijf zijnde of zo. Nee, maar dat komt helemaal goed. Je hebt ook wijze mensen om je heen. Ja, daarom. Dus ik kan altijd nog Dirk vragen. Ja. Wat was jouw hoogtepunt? Van mijn bedrijf of van jou weet. Nee, maar wel. Heb jij nog tips, Dirk? Jij bent al een tijdje ondernemer natuurlijk. Entrepreneur. Serial entrepreneur. Nee, één bedrijfje hou ik het bij. Tips. Ja. Kijk maar aan als je me tips geeft. Gewoon proberen voor eigen klantjes te krijgen. Dat is het beste. Gewoon voor gezinnetjes, voor families. Gewoon. Ja. Niet voor bejaarden. Ja, wel. Die betalen ook goed. Okay. Die kan je goed afpersen. Voor die andere services dan misschien wat minder dan voor het buiswerk. Oké, nou goed. Wat als jij nu weer opnieuw zou moeten beginnen, wat zou je dan anders gedaan hebben dan zoals je het nu hebt gedaan? Qua het ondernemen of wat dan ook. Geen idee. Eerlijk gezegd, dan heb je het goed gedaan. Super goed gegaan, dus... Ja, ik weet het niet. Maar had jij vanaf dag 1 al gelijk klanten? Of begin je ook eerst met iemand mee? Nee. Ik heb het... even kijken. Ik heb toen een aantal... Eerst binnen mijn familie en binnen kennissen. Ja, ja. En daarna ga je eigenlijk kennissen van kennissen. En op een gegeven moment wordt dat zo breed. Dan ga je eigenlijk gewoon... Dan wordt het kennissen van kennissen die kennissen kennen. Ja, en dan wordt het weer buren van die mensen. En dan op een gegeven moment ben je zo ver weg. Dan kan je het niet meer terughalen. Mm-hmm. Het is... Tenminste, ik vind het heel fijn, want bijna elke week sta ik ergens anders. Bij een andere familie, andere mensen, andere klanten. Het zou niet goed zijn als je elke week bij dezelfde stond te verven. onder 6 jaar ga je toch op een gegeven moment wel weer naar die andere klanten. Ja, gaat het zo snel, joh? 6 jaar. 5 jaar garantie. Ja. Bij mij wel, ja. Maar ja, jij hoeft ook nooit achter klanten aan of nieuwe klanten of wat dan ook. Nee. Op dit moment, eerlijk gezegd, kan je beter zeggen van joh, ik zit tot dan vol en dan meesten zeggen dan van joh, ik ga wel even verder kijken. Want ja. Het is gewoon 1,5 jaar verder. Dus. We bellen gewoon shortcutting wel. Ja. Kom mee met mijn pijpen. Ja, okay. Ik kan niet schilderen, maar ik kan wel wat anders voor je doen. Ja. Ik heb geen roller, ik heb gewoon een koperen leiding. Ja, dat wordt mijn roller. Ik zou alles bekleden met koper hier. Ja. Koperkleurig, we maken het gewoon koperkleurig. Ja, bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld. Dat is wel waar. Ja, zo zou ik het gaan doen. Nou, leuk. Okay. Dank je. We waren bij Dirk's hoogtepunt. Ja, nee, ik ga er weer dwars doorheen. Niks voor jou ook. Hoogtepunt. Nee. Nou, ik heb... dat is eigenlijk vorige week. Of ja, het was vorige week. Ik denk dat ik ben in het mooiste huis geweest waar ik ooit in geweest ben. Van de week. En ooit zal komen? Dank je. Ja. hoe dat is gekomen? Of met de auto. Denk je dat er nog ooit een mooier huis zou komen? Nee, dat denk ik niet. Maar dit is wel een beetje. Het was een huis midden in Leiden. Op de. Hoe heet het daar zo? Die gracht. Die hele dure gracht. De. Prinsen. Nee, dat is de ja. Hoe heet dat daar nou? Waar de Einstein en zo zit. Bij de rechterfaculteit en zo. Oh ja, ja. Van, ja. Hoe heet dat nou? Rapenburg. Rapenburg. Op het Rapenburg, oud monumentaal pand. En een huis van, er zat nog een aardige aanbouw achter. Huis van, denk ik, 250 vierkante meter. Ik heb echt nog nooit zoiets in mijn leven gezien. Echt bizar, echt bizar. Het, gewoon een monumentaal pand voor en een uitbouw erachter van, ik denk zomaar 100. Ik denk dat die uitbouw net zo groot is als ons huis. Yes. En dan op de Rapenburg. Ja, dan zit je goed. Ja, dat echt ziek. En echt zit ziek. Je dan ook nog aan bepaalde restricties, omdat het monumentaal is, dat je nog... Maar hun wel, ja. Als hun kunnen niet zeggen van ik doe een ander kleurplafond of zo. In een monumentale pand. Dat ja. Gewoon alleen het plafond mag al niet? Ik dacht dat alleen de buitenkant was. Nee, ze hebben daar over plafonds en alles. Gewoon in monumentale kleuren. Shit. Dus daar mag je niks aan doen. En wat mocht jij daar doen voor klussie? Hun hadden dat net gekocht. En, veel te veel waarschijnlijk voor betaald. Ja, nou, ik heb 2 of 3 miljoen voor. Ik heb het even opgezocht. Een gok? Ruim boven de 2.
Nee, joh. Ja, maar... Midden in Leiden. Maar weet dat? Ja, hun hadden het net gekocht en het moest even opgefrist worden voordat de verhuizers kwamen. Dus ik ben daar een week aan de gang geweest. Nou ja, gewoon een beetje afgesproken van, joh, dit en dit kan ik halen. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld de trap opnieuw gedaan en wat wandjes, zeg maar, waar we schilderijen hadden gehangen. Dus ik ben daar een weekje lekker bezig geweest en ik kreeg de sleutel van, joh, zoek het uit. Kijk, jij gelijk geslapen daar. Ja. Mensen uitnodigen. Dine, dat was de huisvorming. Ja, fucking dik. Ook al niet voor uitgenodigd. Nee. Ja, wel kicken, man. Ja, dat was echt bijzonder. Echt zo'n huis waar je die echt op in films ziet, zeg maar. Waar je wel waar de grootste, rijkste mensen wonen. Ja. Echt bizar. En maar was hij ook bekend of zo? Nee, helemaal niet. Nee. Maar ik ga niet zeggen wie het is. Nee. Maar het is maar echt gewoon alles, weet je. Alles geautomatiseerd. Lampen, gordijnen, alles, weet je. Perfect. Overal van die Bose speakers in het plafond en zo. Echt super, super dik. Ja, alles kicken. Super dik. Ja, echt perfect. Dat is dan denk ik ook als vakman wel gewoon eventjes een mooi hoogtepunt inderdaad. Ja. Nou, ja. Het is gewoon echt, ik stond echt met mijn bek vol tanden toen ik daar binnen liep voor het eerst. Kicken. Wat is dit, joh? En hoe komen die mensen dan bij jou terecht? Ja, via barplaats. Nee, dat klinkt een stuk lulliger dan dat ik het bedoel. Sorry. Ja, maar ook weer via, uiteindelijk. Toch wel, ja. Ja, het was wel redelijk ver weg, maar het is via toch weer bij mij terechtkomen. Ja, kicken. Want maar dat is absoluut niet lullig bedoeld. Maar ik kan me voorstellen bij dat soort mensen dat ze dan denken, wel goed gaan kijken. Oké, wie gaan we dit laten doen? Ja. Nee, maar dat is kicken. Het, ja. En die onderzetter die je al had, dat mag hij dan hebben. Ja, dat is een mooi compliment, toch? Dat mensen je voor zo'n klus willen hebben. Ja, en we waren heel tevreden. En ook gewoon gaaf dat ze mij die sleutel gaven. Ik zie je volgende week weer. En succes. Kijk maar even. Kikken. Stond daar lekker elke dag in mijn eentje een bak koffie te drinken. En eigenlijk verder niks van. Kleine kans dat ze luisteren, hoor. Dus kan prima. Precies, die mensen luisteren. En die? Vriend, wat was jouw hoogtepunt? Van de week? Ja. Vandaag? Ik zag dat ik mijn belastingaangifte van vorig jaar nog niet had opgestuurd. Ik kreeg een dikke bak doekoe. Dat is wel lekker als je die krijgt. Okay, let's go. Ja, dat was heerlijk. Ja. Dus dat was voor mij. En de benzineprijs is ook vandaag weer gedaald. Dus ik was dubbel blij van. Gelijk getankt ook? Nee. Nee, nog niet. Maar ik dacht vandaag, dit was een goede fiscale dag vandaag. Echt top. Hou dat vast. Ja. Ja. Nog even. En wat vond je van de sneeuw? Ja, helemaal bout. Ja, helemaal kut. Wat een gezeik, zeg. Ja, lekker erop met die zooi. Ja, nou ja, het is wel weer bijna weg. Morgen wordt het geloof ik 8 graden. Dan zal ik even Piet's weerbericht gelijk er doorheen doen. Doe maar. God hebben ze ziel. Ja, nou ja, dat denk ik niet. Ik denk dat hij beneden zit. Lekker warm. En daar zit hij ook nog het nieuwste vlees. Ja. Vandaag weer heet. Tams heet. Nee, helemaal top joh vandaag. Nee, echt topdag. Nou, en dan heb je nog als kerst op de taart dat je hier aan tafel mag zitten. Ook nog. Ja. Mijn weekend kan niet meer stuk. Dirk, hoe lang heb je Dirk al niet gezien? Eén laatste race? Ja. Waarom? Was jij toen bij mij? Ja, toen was ik bij jou, ja. Ja, hij mag wel bij jou komen, of hoe werkt het? Ja, dat mag wel. Huiswarming. Ja. Ik had ook bij hem helpen klussen. Dus de beginrace bedoelt hij die? Nee. Ene laatste race. Vorig jaar dan. Ook Saoedi-Arabië. Was ik toen depressief? Nou, hij had... Nee, ik. Niet hij. Nee, jij was niet depressief. Nee? Nee. Dan weet ik niet eens meer wanneer het was. Dat heeft dus geen indruk gemaakt. Dirk's aanwezigheid. Ik was samen met... Snakermans? Nee, niet Snakermans. Ook niet Joost. Gordon? Ik weet zijn naam niet. Pim? Meer. Nee. Hendrik. Ido. Awkward silence. Ik weet niet, veel mensen komen er niet meer over de vloer bij mij. Dus. Nee, hoe heet die vent nou, joh? Ja, weet ik veel. Uit Amsterdam. De lange dunne. Simon. Simon. Simon Schreuder. Hij luistert ook, hè. Simon, I didn't know. Ja, dat kan. Ja, oké. Okay. Nou, ja, gezellig. Dus die was er ook. Ja. Ik dacht dat... Weet je nog dat Max... dat Max achterop... dat Hamilton achterop Max reed? Weet je dat nog? Was dat Monza dan? Nee joh. Monza, dat was Saoedi-Arabië. Vorig jaar. We hebben het zeker over Formule 1 hier. Ja, nee, geen idee. Waar ze afgelopen weken hadden gereden. En ja, dan ik weet het, maar ik weet niet meer. Bahrein. Oh, jawel. Toen, ja. Nee, ja. Bahrein. Ja.
Ja? Maar die, ja, dus dat vorig jaar. Toen was ik bij jou. Dat is de laatste keer dat je gezien. Dat was eigenlijk het punt. Oké. Okay. Ja? Ja, top. We zijn er weer. Nou, als we op elk punt zo lang doen, dan komen we er wel. Hebben jullie nog lang te gaan? Goed. Zou ik even mijn dieptepunt vertellen? En heel dan gaan we graag. Door snel naar jullie dieptepunten. Ja, is goed. Van de week? Nee, mijn dieptepunt ja, van de week. Ik heb toch de lijst gestuurd? Ja, wanneer heb je dat gestuurd? 2 maanden terug of zo? Ja. Zo, het is wel een tijdje geleden. Ja. Ik moet ook even snel denken, hoor, Dine. Ja, denk even snel. Ik wil het niet over. Ik zat aan sneeuw te denken, maar dat kan niet natuurlijk. Dus ik heb deze. Zo, dat heb je snel bedacht. Zo. Snelle denker. Snelle Dirk. Dus, dus dat ik gewoon een fucking lange jetlag had. Ik heb hem nog steeds. Gewoon dat je echt alleen maar wakker ligt s'nachts. Dat is helemaal kut. Dus ik heb echt een kop als een bak met ei. Wat? Ja, weet ik het. We gaan door. Ja. Oké. Okay. Nee, we zijn een paar awkward silence erin. Ja. Ja, dat was deze. Netjes. Ah, zo, dit was awkward. Maar hoe uit die jetlag zich bij jou, bra? Ja, gewoon zoals elke andere jetlag. Gewoon de hele nacht wakker liggen. Maar slaap bijvoorbeeld? Nee, ik ga om... het kut is. Ik val dus bijvoorbeeld om 7 uur in slaap. En dan word ik om 10 uur wakker. En dan ga ik weer verder slapen. Dan word ik om 2 uur s'nachts wakker. En dan slaap ik niet meer tot 4 uur. 5 uur 's ochtends. Ben je overigens je bicep aan het likken? Zeker. Zo stonden we. Hey, je bent geen stilzitter, jij. Dat is echt bizar. Ja, normaal doe jij dat altijd als ik naast je zit. Dan denk ik, short. Ik doe niks. Je bent goed voor de camera, dat wel. Je bent echt een hoop, jij. Goed, we gaan verder. Oké. Okay. Dirk, heb je snel nagedacht of niet? Jij hebt de dieptepunt. Jij moet eerst. Ik moet eerst. Ja, jij moet eerst. Nou, ik werd wel echt ziek, man, dinsdag. Man. Woensdag. Gewoon Je ziekte. Gewoon je ziekte. Ja, nou, gewoon griep. Ja, maar dat was wel echt mijn dieptepunt van de week. Ik was woensdag echt mega ziek in 1 keer. Hoe uitte zich dat? Gewoon koorts en hoesten en narigheid en zweten. Zweten. Ik ben al een natuurlijke zweter. En, dit deed wel even dubbel, ja. Maar de dag daarna ging het alweer beter. En vandaag alweer een stuk beter. Dus ik dacht, nou, oké. Okay. Maar het was geen Rona. Nee, volgens mij niet. Want dat heb ik 3 weken geleden al van Sjoerd gekregen. Ja. Daar ben ik super blij mee. Nou ja, dan kom jij nog het beste weg met de mensen die ziektes van Sjoerd krijgen. Oh, ja. Nee, maar nee. Sjoerd dus knikt, ja. Voor de luisteraars. Nou, Dirk, het is niet snel nadenken meer. Dus, nee, ik weet het gewoon niet. Je hebt nooit dieptepunten. Jij. Niet, ja, vanop leven heb jij ook. Met mijn dochter om... kijken, 5:30 wakker. Dat is maar, dat is niet heel erg. Dat is eigenlijk van elke week. Want je wil dat ze niet meer wakker wordt of zo. Nee, dat. Wow. Maar hoe laat word je zelf normaal wakker? Iets of 6:30 zoiets. Deze man. Sjoerd vond een goede grap. Sjoerd gaat het wel. Pardon! Doe normaal! Ik ga helemaal stuk. We gaan verder. Goed. Nou, alles mocht, hoorde ik, dus we gaan. Ja. Gestrekt been. Je hebt andere regels gehad, jij. Ja. Sjoerd, moet je even een momentje? Ja, heb jij niet een paar babygrappen? Daar was je vroeger zo goed in. Ja, nee. Die blender. Fontanelletje. Fontanelletje, ja, nee, dat gaan we niet meer doen. Nee? Nee, daar heb ik wel echt een paar hooivorken mee geslepen beneden. Dus dat zijn een hoop karma punten die ik moest inleveren om daar onderuit te komen, ja. Dat heb ik een keer in de bus gedaan, toch? Met de Rijnwoude Live Tour. Ja, dat was afgelopen weekend. Had je dat toen, ja, dat hoorde ik. Fucking vet. Op de microfoon daar zitten. Ja. Heb je dat gedaan? Ja, allemaal dode babygrappen in de microfoon staan vertellen met mijn lamme kop. Oh. Ja. Oh. Ja, dat kan niet, hè? Je maakt wat mee zo eigenlijk. Goeie, ja. De Rijnwoude Live Tour was altijd wel garantie voor ellende, ja. Ze deden het afgelopen jaar op een fiets. Ze hadden geen bussen rijden. Ze hadden geen bussen rijden. Had je dan wel een chauffeur? Ja. Dat je achterop mocht. Ja. Mensen stopten met de fiets. Gaat deze fiets naar Benthuizen? Precies. Het was precies dat. Oh god, nee. Dan zou ik niet eens het dorp uitgaan, denk ik. Ja, ze waren ook, en het stek was ook open. Daar stond de band, volgens mij. Stek, low in back. Ja, spek, piggy, back. Wat in je nek. Daar hebben jullie ook wel een tijdje bij gezeten, toch? Hoe lang heb jij bij Stek gezeten? Ik weet het niet meer. Weet jij het nog, hoe lang je daarbij gezeten hebt? Ja, jij hebt er wel een tijdje bij gezeten. 1 jaar of zo. Jij bent sowieso 2 jaar weg geweest, toch? Naar Australië. 1 jaar. Ja, sorry.
Ja. Gelijk een ruzie ook. Een pauzejaar heb jij gehad. 14 jaar? Voor mij 14 jaar bij elkaar, ja. Ik geloof maar 7 of zo. Voor de mensen die niet kennen, Sjoerd, wat is het Stek? Oh ja, sorry. Stek is een discotheek bij ons in het dorp. Nou, een jongerencentrum. Een jongerencentrum, ja. Enige en, discotheek eigenlijk wel. Ja, ja, inderdaad. En er werd wel flink gediscoed vroeger. Ja. Nou, we hebben daar partijen artiesten gehad, hoor. DJ Promo was er een keer gekomen. Leendert. 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 Maar toen heet hij nou? Roland Schenk. We hebben het over Busy. Busy is ook een keer gekomen. De Big Lane. Leendert! Leendert, Roland Sveen of zo. Wat is het? Ja, ik weet niet. Roelandschap. Roelandschap, ja. Leendert. Dat wil ik oprecht nog aan jou vragen. We hadden vroeger ook altijd Thunderstack, geloof ik. Ja. Hardcore. Dan kwam dat zo'n gozer met zo'n handje. Ja, ja, ja ik weet niet dat... Ja. DJ iets met... Oh, Orphean of zo? Orphean zou goed kunnen, maar zo heette die niet in ieder geval. Nee. Hij heette Mark of zo, denk ik. Hij heette... Dat was wel echt een goeie. Hij ik denk dat hij bij de supermarkt werkte met zo'n naambordje met DJ Orphean. Ja, maar dat was wel een goeie. Ja, dat was echt een stamper. Maar die kwam uit Rijndijk, toch? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee waar die vandaan kwam. Oh, hè? Ik dacht dat jij hem altijd boekte. Dat jij met hem in de klas had gezeten of zo. Nee, dat was Tom. Nee, joh. Dat Tom. Dat was Tom. Tom? Ja, Tom. Tom Trago. Nee, Tom. Tom P. Tom P. Go Tom P. Tom P. Met de kaaspet. Ja. Mensen zitten echt hier te luisteren. Ja, sorry, die denken, waar sorry, de fuck gaat het over? Ja, ja, ja. Ja, door. We hebben wel allemaal gehad in Stek. Was echt in de Stek en dan, weet je, Memphis Maniacs hebben we gehad. Hoe lang bestaat het nu al dan? Het Stek. Ja? Oh, weet ik niet meer. Zo, echt al 40 jaar denk ik of zo. Denk ik ook wel, ja. Als het niet meer is. Ja, je wel langer hoor. Volgens mij. Oh, sorry. Hey. Weer ruzie. Ja. Ik bedoel, dat je niet tegenover elkaar zetten. Maar nee, ik denk oprecht toch. Ja, maar inderdaad ja, nog wel langer. Ja, voor mij is het 60 of zo ergens begonnen. Dus zit je al richting 60 jaar. Ja, gek zat. Nou, wel echt dope wel hoor. Maar we hadden het natuurlijk voor de opnames even met de productie erbij ook erover. Over welke grote namen jullie allemaal in het Stek hebben gehad. Ja, ja denk even na. Nou, weet je die ene DJ die we uiteindelijk nou... Bassjackers. Bassjackers, voordat er één dood was. Bassjackers hebben we gehad. En we hebben uiteindelijk toen in de... We hebben toen nog gehad over... Face DJ Ruud. Face DJ Ruud. Oh ja, Face DJ Ruud was leuk. En we hadden Yellow Claw. Yellow Claw, maar dat was het jaar daarna. We hebben wel Hardwell hebben we toen over gehad. Maar die ja, was agenda technisch. Kwam dat niet uit, geloof ik. Dark Raver hebben we het ook over gehad. Maar die was zo duur. Was die duur? Ja, die was echt 10.000 of zo. Ja, iets is pas duur als het geld niet waard is. Ja, maar we hadden geen geld toen. Nee. We hadden toen geen geld, want wij hadden zeg maar, dat Funky Village gemaakt, omdat Stekpop toen... Een beetje uitbollig werd. Ja. Toen was het met Harry onderaan. Ja, ja, dat moet je even uitleggen. We hadden natuurlijk altijd eerst gewoon Stekpop als eind van het seizoenafsluiter van het, van het jongerencentrum. Met dat kasteel. En dan hadden we, ja, dan hadden we een kasteel aan de dijk gezet en een hele grote tent. Erachter. Tent, ja. Inderdaad. En dan twee dagen. De eerste avond was boerenmuziek en de tweede avond was boerenmuziek. Het was volgens mij altijd naar mijn gevoel Jovink en de Voederbeat. Was heel veel Jovink. Die zijn ook wel eens geweest, toch? Die, die hebben we ook gehad, ja. 4 keer, denk ik. En we hebben Ben Zonder Banaan hebben we gehad een paar keer. Ja. Ja. Memphis Maniacs. Dat Memphis Maniacs hebben we ook gehad. Ja, was ook vet. Maar op een gegeven moment liep dat gewoon niet meer. Want de boerenherrie was gewoon niet interessant meer voor jongeren. En nee. Dus iedereen wilde toen... DJ's. Dirty House en... Wato González. Ja, oh, no hebben dope. We die niet ook al gehad? Wato González. Ja. Ja, ja, die hebben we gehad samen met Yellow Claw toen. Ja, dat was diezelfde avond, hè? Wato González. Die smurf. Ja. Met, hoe heette die MC Chen? Ja, MC Chen. Oh, ja, dat weet hij ook. Ja, ja, ja. Dat was die gozer, die Britse stijl MC. Ja, ja, ja. Ik vond dat best wel goed. En toen hadden we dus dat hele concept op een gegeven moment omgegooid. Want we wilden geen boerenherrie meer. Want volgens mij hebben we toen met een vergadering gehad dat... De voorzitter. Alex. Nee. Dat was Vincent Alex. Vincent P. Oh ja, Vincent P. Die had er een punt achter gezet. Ja, VP. De VP. Punt. Ja, die had toen gezegd, jongens, we moeten wat doen, want Stekpop loopt nu al 2-3 jaar niet meer. Dus of we kappen ermee, of we maken er wat anders van. En toen hebben we er geprobeerd, in hele lange tijd, een vet open air house... Ja. Feest van te maken, wat ook nog gratis intree was. Ja. Tweede avond niet. Toen hebben we heel erg moeten strijden voor de naam, want er werd op een gegeven moment... wij wilden iets van Funky Village of iets hips. En er waren een aantal mensen die dit wilden... Dit is trouwens wel even een tijdje geleden. Hè? Funky Village was toen nog een soort hippe naam. Ja, ja, ja. Nu denk je ook... Maar daar heb ik denk ik oprecht over 15 jaar geleden of zo. Nou...
2013. Nee. 2013, we hebben het zoek net het even op. Ja, we hebben foto's. Ik ga door. Ja, ga door. Door met het verhaal. Maar toen hebben we dus moeten strijden om de naam Funky Village, omdat er ook nog gestemd werd voor Harry onder aan de dijk. Ja. We willen af van dat boeren. Ja. Willen even wat hips. Ja, dus dat was echt een ellende. Dat is echt wie. Ja, ik weet maar het wel. Uiteindelijk was dit bijna. Was ik het bijna het ook geworden. Ja, en ik maar weet ook wie zijn idee dat was. Gaat het dan wel democratisch? Of gewoon wie het hardst is? Ja. Nee, we hebben wel echt gestemd op een gegeven moment. En ik zei ook. En toen hadden we verloren en toen hebben we. Nee. Maar volgens mij heb ik wel gezegd: als je het echt wel Harry onder aan de dijk gaat noemen, dan ben ik weg. Dan doe ik echt niet mee. Dat doe ik echt niet. Funky Village, de eerste was in 2012. Zo. 2012. 10 jaar geleden. En dan, daarvoor hadden we natuurlijk die Party List al een tijdje draaien. Ja. Dat was ook wel dat. En toen gingen wij DDR doen. Maar wat is Party Listjes dan? Dat moet je dan ook uitleggen. Ja, dat was het. Je had de Groove. Dat was de Groove. Volgens groove, mij. Ja, dat is nog veel, veel. Nee. Dat is nog mijn tijd. Dat is nog verder daarvoor. Ja, sorry. Okay, ja, dit gaat echt voor mensen die nu zitten te luisteren. Die denken ook, what the fuck. Nou ja, het ligt eraan als we onze leeftijd zijn. Maar we hebben ook onwijs jeugdige luisteraars uit het dorp. En die kunnen dan even leren waar nou de roots liggen. Ja, nee. Oké, okay, dus we hadden Thunderstack of zo. Nee, je had Passion op vrijdag. Ja. De Groove. Dan was je 14. Ja. Dan had je de Groove. Dat was volgens mij op. Dat was de zaterdag. Dat was de zaterdag van de maand. Tweede klasse was dat, ja, toch? En dat liep op een gegeven moment ook echt uit de hand. Ja, dan moest je op woensdag je kaarten gaan kopen. Ja, ja, precies. En toen is het er echt in een half jaar is het ook, helemaal niks meer. Ja. Niemand kwam hier. Ik weet wat, toen kwamen ze uit Alphen, Zoeterwoude, alles kwam hierheen. Ja, echt bizar. En ja, het was eigenlijk elke week, elke keer was het knokken. Ja, het was altijd knokken op een of andere manier. En toen uiteindelijk, toen zijn we daar dus mee gekapt omdat het gewoon niet meer liep. En toen zijn jij en ik. Ja, wij twee, volgens mij. Of met Nick er nog. Nee, Nick kwam later zelfs. Nick Hoppenzak kwam later. Frank van de Bos. Kwam ook later. Nee, hoe heet hij? Roy van Verkerk. Roy Verkerk, ja. En, het is ook niet goed om dat te zeggen. Wat? Roy Verkerk, hoe heet hij? Roy Verkerk. In de microfoon, ja. Prima. Ja, is oké. Okay. Dat kan je toch vergeten? Roy Verkerk, als je luistert. Zijn je niet vergeten. shout-out naar Roy. Ja. Roy ging altijd foto's maken. Goed, we gaan verder. Toen gingen we partylicious. En we hadden toen. Maar het was een vervanging op iets. Gewoon de zaterdagavond. Ja. Je had I Love House of zo. Ja. I Love House. En dat was toen. Toen zijn we inderdaad. Toen was dat ook dood. Toen zijn we Partylicious begonnen. En dat ging toen op een gegeven moment ook. Ook weer als een trein. Heette dat niet Spank It Red? Nee, ja, dat was één thema. Eén thema. Dat was ziek lelijk. En hij moest overal die scheid Luigi en Mario moest die hebben. Dus altijd als je denkt, waarom zitten er nou zoveel Luigi's? Dat was Dirk. Mijn idee. Dat was Dirk, altijd Luigi. Je moet een soort herkenningspunt hebben. Je had zelfs een teamsong geschreven. Partylicious. Ja. Dat weet ik nog. Zo, die zou misschien nog wel ergens online kunnen staan. Ja, ja, alle rechten inbegrepen. Ja, dat was een hit, hoor, was dat. Ja, nou ja. Ik zal even bier halen. Hoe lang moeten we nog oversteken? Ja, nee, dat is goed. En toen gingen we dat Funky Village doen. Dus ja. Toen gingen we dat doen. God, dat is 10 minuten. Mooi, dat is een mooi eind zo. 10 minuten over zitten lullen. Mensen die daarom hebben we dat gedaan. Omdat het gewoon boerenherrie bleek allemaal. Ja. En dat boeide niemand meer. En toen hebben we dat opgezet. En dat was echt vet. Jammer dat het maar twee edities geduurd heeft. Twee edities. Eigenlijk. Het was uiteindelijk, weet je nog, dat Stek toen een reunie had georganiseerd. En dat was ongeveer de helft van het budget. Ja, dat klopt. Want die was die vrijdagavond. Die was vrijdagavond. Dat was vrijdagavond met Memphis Maniacs. Voor mij het tweede jaar was dat. Nee, ik rookte veel drugs. I smell some drugs. Ja, nee, weet ik echt niet meer. Maar toen hadden we Kiet gedraaid. Terwijl als we alleen die laatste avond hadden gedraaid, dan hadden we echt zieke marge gemaakt. En dan hadden we waarschijnlijk nog wel een derde kunnen doen. Maar uiteindelijk, Uiteindelijk hebben we er nooit meer. We hebben er maar twee gedaan. We hebben er twee gedaan en het was... Het was wel een redelijk succes. Alleen het was wel altijd dat mensen kwamen pas. En natuurlijk wel als voorprogramma hadden we een aantal mensen, een aantal acts. En dan kwamen mensen echt pas 5 minuten voor dat hoofdact. Ja, en dus toen gingen we het ook omgooien. Toen hadden we Yellow Claw echt al om 4 uur 's middags of zo. Ja, Leendert bedoel je? Ja, Leendert. Leendert en de rest. En toen stond het wel vol, dus dat was wel goed gelukt. Ja, dat was goed gelukt. Ja. Dat hadden we wel goed gedaan. En toen kwam die scheidvater González. Is jou nog wat opgevallen in het nieuws, Sjoerd? Nou, leuk dat je het vraagt. Nou ja, kijk, ik denk dat... Ja, wat is me opgevallen in het nieuws? Ik had ook inderdaad in mijn hoofd van dat benzineprijs en zo. Maar uiteindelijk dacht ik, ja...
het is Oekraïne, dat is het dat gewoon ziek. Wat is er wat daar allemaal gebeurt? Zo, wat gebeurt daar? Je hebt echt lang corona gehad. Ja, 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 ja. Maar nee, dus dat had ik zeg maar als nieuws eigenlijk. Maar ja, kut. En maar trouwens wel wat wel wat wel chill is. Zie die meter spike ook knikker. Ja, sorry. Compressie. Pardon. Doe normaal. Nee, die, wat wel in het nieuws is natuurlijk, vorige week zijn alle coronaregels eraf gegaan. Oké, let's go. Dik vis aan, gelijk iedereen onderhoesten. We zaten in het vliegtuig, hoef je dus ook geen mondkapje meer op. Dat is echt fucking chill. Is ja, alleen teruggaans. Ja, want op de, ja, naar Nederland hoeft het dan niet, zeg maar. Maar als je bijvoorbeeld vanuit Nederland weer naar een ander land, dan moet je hem wel weer op, volgens mij. Zeg maar. Dus dat vond ik wel fucking... wat chill. Wat? Was dit er weer een? Ja, was er een. Ja, pissie wel. Ja. Wil je alleen even dus erachter. Dus. Maar dat vond ik wel... nee, dat vond ik wel echt fucking chill. Zeg maar. Mooi. Weer een. Chill. En hey, wat zijn jouw hoogtepunten? Of wat is jouw nieuws? Mijn nieuws. Shit. Heb je niet gezien? Ik heb nieuws, 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 nieuws. Nou ja, benzine, ja, dat vind ik wel... Maar dat is meer een soort van het onderwerp. Hebben we daar nog tijd voor? Ja, zo meteen. Maar je moet wel wat meer in je mic praten. Sorry. Nieuws, ja. De benzineprijzen waren... Dus ik heb echt op het laatste pufje benzine nog naar mijn klant gereden vandaag. Heb jij wel zonder benzine gestaan? Nee. Zo, ik wel. Ja? Ja? Zo vaak. Dan moet je best wel ballen hebben, vind ik. Skere tijden waren dat. Dan moet je echt ballen hebben dat je gewoon tot het laatste... Maar waren dat skere tijden of was dat gewoon lui? Nee, echt skere tijden. Echt zo van, dit moet nog wel kunnen. Naar school en naar huis en dan... Moest je toen lopen? Moest je toen gaan lopen? Ja, naar de benzinepomp met een lege cola fles of zo, weet je wel. Hallo. Daar ben ik weer. Ja. Vind je nou alweer? Vrienden van mij kunnen dit bevestigen, omdat altijd mijn benzinelampje brandde in mijn auto. Altijd. Nu nog steeds? Nee. Nee, ik heb hem eruit gehaald. Betere tijden dit. Ja. Zet een lamp hier gewoon. Ja, maar dan voel je wel echt fucked. Ja, dom voel je dan echt. Dan sta je er weer langs de weg. Oh god. Dan is het gewoon al 10 minuten spannend. En dan voel je hem op een gegeven moment. En denk, ja. Gaat hij dan kuchen of zo? Nee, ja. Mij zal het nooit gebeuren. Nee, ik ben ook niet zo'n held. Ja, ik vind dat altijd een soort van knap als je dat, als je dat durft. Als dat lampje al aangaat, dan is het al... Oh je god, daar moeten we. We moeten gaan, jongens. We moeten nu een tankstation. Ik heb vinden. Als die tank halverwege zit, nou even vol, joh. Ja. Voor de zekerheid. Ja. Dat is wel lekker. Ja, ik heb het één keer wel gehad in Amerika. Dat we hadden zo'n camper. En dan moesten we echt nog een tering naar het volgende station. Of naar het volgende tankstation. En toen dachten we, nou, dat gaan we denk ik wel redden. Nou, het had echt geen 20 kilometer verder moeten zijn. Dus ik heb het echt wel bijna een keer meegemaakt, maar... Oh. Doet het weer. Iemand gaat eraan hier. Ja. Hij doet het weer. Wat doet het weer? Ja, dan valt hij uit of zo. Ik weet niet, ja, dan wordt hij een beetje te warm. Ah. Maar klets lekker verder. We hebben het gehaald, maar dat wat ik zeg. We hadden echt geen 20 kilometer verder hoeven te rijden. Want, maar dat was wel... Dat was wel en zeker in Amerika, weet je wel. Dat je echt zoiets hebt van, zo'n stomme toerist weer. Staat dus langs de weg. We zaten echt in de middle of bamfuck nowhere. Waar zaten jullie dan? De Grand Canyon? Las Vegas? Monument Valley zaten we daar in de buurt. Okay. We reden naar dat park toe. National Park. Ja, Monument Valley. Dat is echt in de middle of nowhere. Dat is echt desert, gewoon echt desert. En jawel, die woestijn daar in Amerika... Ik weet de naam niet meer, maar daar, voordat je daar inrijdt, dan moet je tanken verplicht. Ja, hoe heet het nou? Dead Valley. Ja, bij Dead Valley. Ja. Dan ben je verplicht om bij de tankstation. Ja. De weg gaat ook niet verder. Je moet echt via dat tankstation. Ja, moet je er stoppen en je tank volgooien. Sorry. Ja. Ik sta op de tafel te tikken. Maakt niet uit. Wat leuk is, er staat er echt al 20 tankstations van tevoren. Staat er laatste tankstation. Ja. Laatste tankstation. En er zijn allemaal het laatste tankstation. Tot je echt bij het laatste en dan staat er. Ja, en daar moet je tanken. Want ze hebben gewoon geen zin om continu toeristen daaruit te halen. Nee, maar dat is toch goud als jij dat tankstation bent daar? Ja, die draait goede zaken. Maar die 20 daarvoor zeggen dus ook allemaal dat ze het laatste zijn. Zo bedoel je. Oh. Ben je daar geweest? Ja. Je wordt er echt tegengehouden, toch? Van, je wordt er zeker niet tegengehouden. Maar als je daar binnen rijdt, dan denk je wel van... Oh, ik ga misschien hier zou ik even tanken. Ja.
En dat zijn ze ook niet goedkoop, die laatste, hoor, kan ik je vertellen. Dat is echt, echt in duur. Ja, voor Amerikaanse begrippen tenminste. Ik denk dat je daar, wat betaalde ik daar toen? Iets van 1, ja, maar in Amerika 1,60 is het sowieso, in Amerika is sowieso niet duur, toch? Echt benzine. Nee, nee. Dat is echt goedkoper als hier in ieder geval. Ja, ja. Je betaalt ook per 4 liter, per gallon. Ja, per gallon. Is dat 4 liter? 3,7 liter of zo. Ja. Oh, ja. Maar het is wel, als je daar Dead Valley, het laatste tankstation pakt, dan ben je wel de hoofdprijs kwijt. Ja? Ja, tuurlijk, ja. Tof. Slim. Nee, ja, ja. Slim. Ja. Vraag een aanbod. En dat is soms entrepreneur. Ja. Toch nog even een gebouwtje erachter zetten. Toch nog even een beetje achter. Tot je op een gegeven moment midden in Death Valley zit. Maar het grappige is dat je midden in Death Valley heb je gewoon een soort van oase. Heb je echt gewoon een golfterrein. Helemaal groen. Ja, bizar. Maar gaan er nou echt veel toeristen daar doorheen? Door zo'n Death Valley? Ja, Death Valley is wel echt een trekpleister. Ja? Ja, ja, ja. Het is mega saai, toch? Nou, het is echt, je hebt serieus echt wel mooie landschappen daar. Het is gewoon, ja, het is een oude zeebodem is het eigenlijk. Mm-hmm. Dus je hebt echt wel zieke rotsformaties en zieke modder. Ja, modderformaties heb je ook. Onwijs modderformaties. Ja, een prachtige zandverstuiving. Ja, je hebt daar ook een woestijn, ja. Je hebt, er zit ook een woestijn in, het is echt bizar. Ja, het is echt mooi, best wel mooi, hoor. Weet je waarom ze het Dead Valley noemen? Nee. Ik ook niet. Nee, ze schijnen het Dead Valley te noemen, omdat er een hele groep pelgrims volgens mij ooit daarin ging. En we echt van 40 man of zo. En er is maar 1 vrouw levend uitgekomen. Okay. En toen die gered werd, zei ze damn you Dead Valley. Daardoor schijnen ze het allemaal nu Dead Valley te noemen. Okay. Oh ja, wel mooi. Ja. Geschiedenis lesje al in. Kijk, ja. Nice. Alle markten. Ja. En die van jou, Diet? Wat is er met mij? Wat had jij voor nieuws? Wat heb je? Voor nieuws? Ik heb geen nieuws. Oké. Okay, maar hebben jullie die smack van Will Smith gezien? Ja. Oh, daar wou ik jou inderdaad nog even over spreken. Ja. Ik ben een fanboy van Will Smith. Ja, Wat vond jij ervan? Ja. Ja, ik. De eerste keer dat ik het zag, dacht ik, ja, op zich wel gewoon respect, toch? Je komt gewoon op voor je vrouwtje. Voor de mensen die het niet gezien hebben, het lijkt me heel stug. Maar bij de. Wat was het? De wat voor awards waren het? De Oscars. Ja. Maakte Chris Rock een grap over de vrouw van Will Smith. Dat ze kaal over de kaalheid. Terwijl zij is kaal omdat ze een ziekte heeft. En Will Smith loopt het podium op en geeft Chris Rock een smack in zijn gezicht. Ja, ik vond dat aan de ene kant wel gewoon respect, toch? Van ja, je mag grappen maken over mij, over me alles. Maar je blijft wel gewoon van mijn gezin en mijn vrouw af. Maar ja, als je dan achteraf zie je wel echt een hoop dingen waarvan oké, dat mensen hadden helemaal zitten analyseren, ook in zijn speech die hij erna hield, waar hij stond te huilen. Van ja, dit is exact hoe die ook in de films helpt, dus het is allemaal acteerwerk. Dat is echt? Ja. Dat is vet. Dat is zo lelijk altijd, hè? Ja, dat je dan wel echt denkt, ja, ik geloof wel echt in de oprechtheid van deze man, maar ja. Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk, ja, hij voor het geld of aandacht hoeft hij dit soort shit ook niet te doen, dus ik ben wel misschien naïef dat ik denk van dit is wel gewoon oprecht. Ja, dan vind ik het gewoon respect. Ja. Nou ja, die smack die was in eerste instantie toen ik het zag voor het eerst. Toen dacht ik, ja, weet je, dit is gewoon opgezet. Ja, ja, dat dacht ik ook. Dat zat ik ook wel aan nog op te wachten, ja, dat ze dat gingen vertellen van ja, het nep. Is toch nep. Maar, ja, maar toen hij daarna zat te schreeuwen in dat publiek. Ja, toen ja, hij my wife's zin, name. Yeah, my fucking wife's name. Toen zag je wel in zijn ogen van, holy fuck. Ja, want ja, je ziet daar ook een vrouw achter zitten. Die zie je denken, die zo helemaal zo, oh, fucking hell. Hij bedoelt het dus wel echt. Ja, had je dat, volg jij de Ozzyman comments? Ja, die zijn zo goed. Dat vind ik zo geweldig. Die had ook, er was dus een foto van al die filmsterren, zeg maar. Die zaten, zeg maar, naar het podium te kijken, uiteraard. Ja, hoe ze reageerden. Ja, een foto van hoe die gezichten stonden op het moment dat hij die klap gaf. Of net daarna. Nou, dat is echt grappig. En die Ozzyman, die had echt fucking geniaal commentaar. Maar voor mij dacht ook iedereen in eerste instantie, dit is gewoon een grap. Ja. Want het zijn natuurlijk ook twee komieken, een soort bij elkaar. En dit is gewoon een showtje. En volgens mij goed bevriend ook. Ja, ja. Dat dacht ik dus ook wel. Ja. Niet per se goed bevriend misschien, maar ze komen elkaar wel op veel sets en dingen tegen. Dus ze kennen elkaar goed en en wat het mij ook wel opviel was hij toen Will Smith daarna zijn award kreeg. Houdt hij die speech, nou heel emotioneel, bla bla bla. En dan biedt hij excuses aan alles en iedereen, maar niet aan Chris. Nee, dat was wel oprecht. Ja. Tenminste, hij was echt wel oprecht boos. Ja. Dus ja, geweld is nooit de oplossing. Maar ik geloof wel dat ik denk dat dit wel gewoon oprecht uit zijn tenen kwam. Ja. En je bent natuurlijk wel gewoon een legend, toch? Als je daar gewoon het podium op loopt. En dan gewoon een klap voor zijn mel geeft. Ja. Dat weet dat er miljoenen naar kijken. Ik vind dat niet, maar dat is Ja, maar gewoon, ja, nee, ja. Ik ben het met je eens dat geweld niet de oplossing is.
Maar dat je gewoon de ballen hebt en zo voor je vrouw opkomt, dat vind ik dan wel weer soort mooi. Ja, dat is ook. Dus ja, dat was mijn. Maar ik had het veel sterker gevonden als hij daar naartoe. Kijk, snap, hij staat op. Hij loopt erheen. Op dat moment kan je niet meer terug. Ja. Dus hij had in zijn hoofd van, ik ga er wat aan doen. Ik had het heel sterk gevonden als hij dan had gezegd van, joh gast, leuk en aardig, je doet het hartstikke goed. Maar dit gaat mij net even te ver, dit doet me pijn, weet je. En dan weer teruglopen. Dat had echt sterk gevonden. Fair enough, ja. Maak je alsnog eens, en desnoods fluister je het in zijn oor, weet je wel. Dat niet eens iedereen doet te zien van, joh, dit even niet. Nee, precies. Ja. Ja, dat had nog sterker geweest. Maar ja, als je opstaat, dan moet je iets doen. Ja. Je kan niet gaan opstaan, halverwege lopen en dan weer terug. Ja. Dus ik snap ook wel dat hij uiteindelijk moest hij kiezen. En dan had sterker zieke shit, hoor. Ja. En het is ook ziek hoe snel het internet dan is, jongen. Met allemaal memes erover. En zo hard gelachen. Ja. Hebben jullie trouwens zelfs van... ik moet dit nu wel goed zeggen. ASMR... ASMR? Oh. Ik heb er wel eens van gehoord, ja. Ik niet. Je zou het nog uitleggen aan mij. Nou, ik ga het uitleggen. Er is dus een kanaal dat heet Twitch. Ja, dat ken ik. Ja? Dat is een platform, maar goed. Daar kan je dus... Ja, een platform weet ik veel. En daar kan je dus kijken hoe mensen gamen naar een game. Een streamingsplatform. Een streamingsplatform. Laten we daar gewoon op bouwen. En je hebt daar dus ook allemaal verschillende kanalen. Dus dan kan je kiezen bijvoorbeeld Call of Duty of je kan Battlefield of je kan allemaal dingen kiezen. Maar er is dus ook één kanaal dat heet, en nu moet ik het even goed zeggen, ASMR. Ja, ja. ASMR. En de bedoeling was, ik heb het dit van iemand heb ik dit zo gehoord, dat er zijn microfoons gemaakt, die zijn in de vorm van oorschelpen. Dat is echt zo. Die zijn in de vorm van oorschelpen. Goh. En die zijn super gevoelig. En de bedoeling was dat als je zeg maar door die microfoon blaasde of zo, dat je dan zeg maar dat voelde in je linkeroor, zeg maar. Zo zeg ik het toch goed? En die microfoons die staan ook op exacte afstand van gemiddeld mensen op hun oren. Zeg maar, weet je wel. Dus, ja. En als je dan een goede koptelefoon op hebt, dan... Als je dan zo naar links en naar rechts gaat, dan hoor je dat ook goed op je koptelefoon. In stereo helemaal. En de bedoeling was om je een soort geluidssensaties te geven op je linker en rechter oor. Dus bijvoorbeeld iemand door je haar heen streelt. Maar toen kwamen ze erachter dat als je bijvoorbeeld aan dat ding gaat likken en je zet er een vrouw met een veel te kleine bikini zet je voor een webcam, dat mensen daar dus ook heel veel geld gaan voor betalen. Ja, logisch. Dus nu heb je echt 600 van die kanalen waar je gewoon likkende vrouwen aan zo'n ding hebt zien zitten, aan zo'n oorschelp. Het is wel echt al bedoeld voor talentloze hoeren, inderdaad. Maar dat zie je dan ook. Je ziet niet een plaatje van een of andere gauw. Nee, je ziet gewoon een vrouw. Je ziet gewoon alleen maar... Je moet een keer YouTube checken op die shit. Lekker. Want je hebt gewoon mensen die gaan komkommers eten. Ja. Chips eten gewoon. Oh ja. Dat ze zo... Die pizza zo een bevroren. Ja, dat hoor je dan alleen maar... Ja, dat ze zo in een microfoon chips eten. Het is begonnen, zeg maar. Ze zeggen dat de eerste ASMR, dat een beetje afkomt van Bob Ross. Weet je wel? Omdat dat heel rustgevend is. Uh-huh. En daar kan je gewoon naar luisteren. En dan je hoort hem ook met zijn kwast en zijn penselen over zijn natte canvas heen kliederen. Uh-huh. En dat noemen ze een beetje de eerste ASMR. Dat is dan bedoeld om je een beetje zo'n tintelend gevoel in je lichaam te geven. Van, weet je wel, een soort kriebelend gevoel. Maar goed, dat werd dus al heel snel ASMR. En dan gingen al heel snel van die ranzige wijven dat zitten doen. Ja, nou, maar zo maar is waar het staat toch. Het dan voor? Wat weet ik veel. S. Audio. Autonomous. Audio. Autonomous. Google het. Ik zeg, hier is je telefoon. Ja, ik ga er gelijk even eentje opzoeken. Die R staat sowieso voor respons. Want het gaat over de reactie wat het geluid doet met jouw fysiek. Dus, daar is het voor bedoeld, zeg maar. En nou, dat begon dus dat mensen inderdaad zo... Op die microfoons gingen tikken en met allemaal dingetjes erbij gingen doen. En dat was al dus voor die talentloze snollen echt een ding om geld binnen te harken. Als ze dat in een soort bikini gingen doen. Ja. En toen kwamen ze erachter dat als ze zo'n microfoon kochten met oren eraan, dat je eraan kon sabbelen de hele avond. Maar er zitten dat serieus gewoon 2000 mensen naar te kijken. Ja. En die meiden, die zit echt 4 uur lang gewoon alleen maar die oren af te likken. Wat is er? Hij heeft er een gevonden. Ja, nou, maar dit is bizar, want het is wel een categorie op Twitch. Maar als je dat nu opent op Twitch, dan zijn de... Het is geen oorlikkende hoer, dit. Ja, nou ja, ja. Dit soort shit, zit ze met haar vingers op een bakje te tikken. Ja, maar weet je al waar het voor staat? Of? Nee. Nou, oké.
Maar goed, en nu zijn dus de hele... Maar als je dus op Twitch kijkt, dan zie je dus gewoon de hele tijd echt rijen met vrouwen, met echt ellendig dikke jopen, met goed eruit ook. En die zitten dan zo'n oor de hele nacht af te likken. En er zitten gewoon 2000 man naar te kijken. Dat is echt ziek, hoor. Ja, echt dat vet. Hij heeft hem. Echt blij dat het iets met dat doet. Autonomous Sensory Meridian Response. Ja. Meridian Response. Oké, okay, nou. Zo heet het. En of oorhoer. Ja, of oorlikkende hoeren, ja. Ja, het is lijf. Nee, maar het is echt lijf. En ik ga daar eens op zoeken. Ik laat dat veel mensen zien om ze te chockeren. Oh, dus jij een oorhoer intypen? Nee, maar ik laat dat veel mensen zien om ze te chockeren. Ja, dat is echt niet normaal. Ik zat er vorige keer bij van, wat goed is dit, ja, joh? Ja, en dan kijk echt wat hij zegt, 2000 man daar. Welkom, ja, op het internet. Je krijgt inderdaad wel allemaal porno-sites gelijk. Ja, tuurlijk. Maar mensen zijn raar. Ja. Mensen zijn echt raar. Ja, man. Het is toch ook, het is wel sensueel toch, als iemand in je oor... Word je hier onwijs opgewonden van? Ja. zullen wij het eens even lekker over de Formule 1 gaan hebben, jongens? Oeh. Dat is niet gek. Helemaal enthousiast, iemand. Ja, ik ook. Ja. Ik heb even die blerende V10 eruit gehaald. Ja, nee, dit is een lekker nummer. Deze is wel lekker. Ja, waar goed, wil je mee beginnen, Sjoerd? De Formule 1 afgelopen wedstrijd. Wat vonden jullie ervan? Vonden jullie het een leuke race, saaie race? Echt een top race. Kunt via play. Echt een top race. Ja, dat wel. Dat via, nou, niet via play per se, maar de race zelf was echt top. Ja, dat is wel gek. Die nieuwe aanpassingen die doen het wel echt, hoor. Ze rijden dicht achter elkaar. Ze kunnen lang ook dicht achter elkaar rijden. En die krijgen als ze nu, zeg maar, als ze erachter rijden, dat ze in één keer dichtbij kunnen komen. Ja, de afstand die ze met DRS kunnen afleggen naar hun voorganger is ook echt bizar. Dan merk je toch wel dat die veilige lucht veel deed vorig jaar. Maar dit was echt een toprace. Er waren zoveel epische gevechten bezig. Ocon en Alonso. Ja. Alonso en Ocon, wat vond je daarvan dan? Dik, nee. Ik snap niet dat ze daar niet op een gegeven moment zeiden van, jongens, misschien even stoppen. Weet gewoon je na zes rondjes of zo pas zeiden ze, maintain position. Ja, dan word je gelijk ingehaald. Die South Snoucher of zo, die teambaas van Alpine. Ja, er is een nieuwe natuurlijk, want die Fransman is weg. Oh ja, dat klopt. Ja. Die hebt dat BWT meegenomen, toch? Die sponsor. Die En ze zijn weer die Rolls-Houters geworden. Ja, maar die gaan nu weg, hè. Dat was maar twee races zo. Ja. Nu gaan ze vooral blauw, ook met roze accenten. Maar dit was alleen maar om een soort van de BWT... even te laten zien. Ja, even het goede daglicht te zetten. Ja, dus dat gaat wel weer weg. Maar inderdaad, ook voor de mensen die het niet kijken, al dan niet gekeken hebben. Dit jaar nieuwe reglementen, nieuwe auto's, allemaal bedoeld om dichter bij elkaar te brengen. Vorig jaar en de jaren ervoor was vaak discussie, je kan niet dicht achter elkaar rijden, waardoor rijders bewust afstand gingen houden. Ja, en dus wordt er weinig ingehaald, dus weinig spektakel. Goed, sinds... de Formule 1 in handen is van de Amerikanen, draait het toch alleen maar om entertainment en spektakel. Ja. Dus daar worden de regels ook naar gemaakt. En binnen die regels moesten de coureurs of de teams hun auto's ook... Ja, mag je nog wel je eigen dingetjes er een beetje aan doen, maar wel aan die regels voldoen. Ja. En dat hebben inderdaad twee mooie races opgeleverd. Nou ja, die eerste ook. Die eerste was ook dik. Ja, ook een toprace. Super race, maar dat was echt wel... Ja, het einde was natuurlijk kloten, maar... precies hetzelfde als de afgelopen race. Ja. Gewoon echt die Leclerc en Verstappen. En die Leclerc en Verstappen, die hebben wel echt nu nog... hebben ze nog best wel veel... Ja, echt wel veel respect voor elkaar, hoor. Ja, maar dat gaat... En die Hamilton lekker op 16e, joh. Heerlijk. Is het toch heerlijk? Ja. Die staat even lekker... Ik vind het wel gaaf dat die Russell dan het... ook gewoon omdat... Hij is natuurlijk gewend om al die tijd in zo'n shit... Met een perenkist te rijden. shitbox te rijden. Ja, maar het is wel lullig voor die gozer. Die gaat van Williams van de kutteam naar Mercedes. Naar nog een kutterteam. Met Leclerc was dat precies hetzelfde. Ja, uiteindelijk wel. Wel, met Ferrari wel. Ja. Maar Williams ligt alsnog achteraan. Hè? Dus Van Russell is nog steeds een stap omhoog. Ja, en je zit bij een team met geld en gedachtegoed. Ja. En dat komt volgend seizoen wel weer goed. Of ze komen dit seizoen, dan komen ze toch wel weer een stukje dichterbij. Oh, dat sowieso. Ja. Daar twijfel ik ook niet aan. Het gaat sowieso gebeuren. Maar dan vind ik dit wel interessant om erin te gooien. Olaf Mol stelde dat volgens mij. Ik weet niet of dat in de... Die gaat even zo zuigen. Ja. Ik weet niet of dat in de podcast, in hun podcast was of bij het commentaar zo, maar die had dus gezegd van Hamilton is dik ontevreden met een bepaalde opstelling van de auto of bepaalde gebruik van de vloer of wat dan ook. Dus die heeft gewoon bewust een beetje die zaterdag zitten knoeien. Ja. Geloven jullie dat? Nee. Nee, ik ga, ik,
nou, als sportman denk ik niet dat hij, als zevenvoudige wereldkampioen, denk ik niet dat hij... Nee, toch? Gaat, nee. Gaat hij niet voor heel de... Het was een beetje zo van, hij doet het om zijn zin af te dwingen. Van, geef mij nou die andere vloer, want ja, anders krijgen deze ellende. Echt? Nou, nee, dat zie ik hem niet doen. Daar is hij toch ook wel te volwassen voor, zou het onderhand moeten zijn. Ja, dat weet je niet. Ja, het is ook een... ja, hij is wel ja, ik vind hem wel volwassen. Nee, ik denk niet. Ja. Nou, ja, ik vind hem wel volwassen. Ja, maar hij loopt natuurlijk ook heel vaak over die radio te zeiken. Ja, maar ja, als je ziet hoe hij dat weer, als hij verliest, weet je wel, als hij dat wereldkampioen... Ja, toen was hij doodziek. Was wel echt de man toen. Toen was hij doodziek. Maar ja, het is wat jij denk ik terecht zegt, als sportman kan je dat niet, toch? Ik denk niet dat hij dat kan. Nee. Maar ik denk dat je er als sportman toch gewoon sowieso anders in staat erop. Want je wil gewoon altijd als sportman gewoon de beste zijn en het beste presteren. Ja, eens. Dus ik denk niet dat hij het expres heeft gedaan. Ik denk wel dat de auto hem echt niet ligt. Nee, ja. Ik denk echt dat de auto hem echt totaal niet ligt. Maar dat tenminste bij Verstappen is, schijnt dat ook wel een klein beetje zo te zijn. Omdat een hele andere... Hij had natuurlijk die rake, zeg maar. Hij was heel erg on edge, maar. Dat hij echt heel erg scherp... als je niet oplette dat hij heel snel eraf ging, zeg maar. En daar was Verstappen heel goed in. En die Checo was daar wat minder in. Ja. En je ziet nu wel dat die Checo echt wel iets dichterbij is. Ze zijn een heel stuk stugger, die auto's. Ja. Hey, ja. En zwaarder. Wat vond je ervan dat hij die Perez pole pakte? Vond ik fucking vet. Echt vond ik respect. Vond ik ook echt dik. Max zijn teamgenoot, overigens. Ja, Sergio Perez, ja. Of Checo. Checo voor vrienden. Checo! Ja, gruwelijk. En ook dat hij daarna ook gewoon zegt, laat mij dit nog 100 keer doen en het lukt me niet. Zo'n rondje. Ja, dat had hij wel gezegd. Alles was on point. Ja. Ja, reten strak. Ja. Echt een goede coureur, hoor. Maar wat zou er nou gebeuren als hij uiteindelijk bleker, want hij pakt nu ook pole, zeg maar. Ja. En hij wordt eigenlijk door de safety car werd hij geneukt. Ja, zeker. Hij had hem kunnen winnen. Pech, ja. Hij had hem kunnen winnen. Maar stel nou dat hij op een gegeven moment beter blijkt te zijn dan Verstappen. Verdient toch? Ja. Wanneer gaat Red Bull dan zeggen... Heeft Horner gezegd, hè, want aan hem werd ook de vraag gesteld. Oké, stel dat Perez wel door had gereden en dat Max achter Perez had gekomen. Dan horen ze, dan wint gewoon de op dat moment beste coureur. Ja. Dus weet je, we zitten nu in race 2, we gaan geen team orders geven. Nee, dat is logisch toch? Kijk, ben je halverwege het seizoen, staat Max aan kop met 60 punten voorsprong. Ja, weet je, dan moet Perez hem even voorbij laten. Ja. En andersom net zo. Ja. Ja. Maar ik denk wel dat dit voor Perez meer een uitzondering was dan regel. Ja, we zullen het zien. We gaan het zien. Ja, we zullen het zien. Ik denk dat hij nog best wel wat beter erbij kan zitten. Deze auto ligt hem veel beter. Ja. Als vorig jaar tenminste, denk ik. Denk ik ook wel. Grootste verrassing van het seizoen tot nog toe, Sjoerd? Magnussen. Ja, hè? Magnussen. Fucking vet wat die gozer aan het doen is. Ja. Gewoon vijfde, zesde werd hij? Twee keer vijfde of zesde? Vijfde was hij, ja. Laatste keer was hij in ieder geval vijfde. Ja. Russell was vijfde. Was voor een keer? Magnussen was negende of zo, toch? Was hij dan de eerste race vijfde? Oh, dat was eerste race. Tweede race was hij ook niet, maar ook nog steeds, gewoon vet. Ja. Gewoon, en dat hij gewoon terugkomt en dat hij die Haas gewoon daarheen rijdt. Maar niet zou... Ja. Nee. Eerste race, gelijk punten pakken. Nee, ik vond die zou dus echt helemaal niks van. Hij wordt wel eraf gereden nog wel, toch? Hij zit namelijk met Bottas. Bottas, ja. Bottas ook gewoon gouden wissel heb hij gedaan. Hè? Die is ook gewoon een gouden wissel. Gewoon van, heb je dat filmpje wel nog gezien? Hij had toch zo'n filmpje dat hij een bak koffie in een box, dat box gaf. Die heeft hij niet opnieuw gedaan. Dat hij hem overpakt. Ja, en wat je zegt van mag ze terug bij Haas... Die Gunther Steiner, teambaas van Haas, is ook een held, jongen. Legend. Een interview gehoord afgelopen week dat hij zeiden van Gunther blij met de plek en de punten. Ja, er zat wel wat meer in en dit en dat. Maar ja, ik mag ook eigenlijk niet klagen, want vorig jaar zou ik heel de paddock geneukt hebben voor dit aantal punten. Dat heb je gewoon echt letterlijk in een interview gezegd. Ja. Wat een spieler. Ja, grote speler. Gunther Spieler is het. Maar Dirk, voor jou, wat valt jou het meeste op tot nog toe aan het seizoen? Jij bent echt niet voorbereid, hè? Nee, ik heb geen ook snelle niet. Denker. Nee, ik ben sowieso geen ad hoc denker. ik vond Perez eigenlijk wel echt een... Wow, dat is echt... Maar het is ook... Ik denk ook wel dat het echt ook wel iets is wat Red Bull en Max nodig hebben. Gewoon iemand die hem een beetje kan pushen. Maar ook stel dat hij er normaal nu nog maar 2 of 3 tiende van af zit. Of soms zelfs voor. Ja, dat is de teamgenoot die je wil hebben. En niet de jongen die vorig jaar 6, 7 tiende altijd erachter stond. Nee, dat eens. Hebben ze nodig. En het is hem gegund. Ik zou het ook gaaf vinden als hij voor Max... dat zou ik wel gaaf vinden. Ja? Wat? Ja. Perez kampioen of Max? Ja.
Ik zou het, ja pres dan. Ja? Wel gaaf vinden, ja. Zou ik best wel cool vinden. Ja, vind ik dik. En durf je daar geld op te zetten? Ja, we kunnen wel een kratje bier opzetten, toch? Oké. Okay. Ja, is goed. Zullen we een kratje bier? Kratje bier. Jij zegt Perez? Ik zeg gewoon Perez. Ik zeg... Iemand anders, zeg jij dan. Ik zeg Leclerc. Ja, nee, we gaan wel Verstappen of Perez dan. Oké, okay, dan Verstappen. Dan ga ik Verstappen. Ja, je maakt een grote kans. Kratje bier. Zeker weten. Oké, okay, nou is goed. Rob, voor jou? Die, dan komen we dan zo. Die is even water aanpakken. Ja, een nee, ik denk... ik vind het echt rete gaaf om Ferrari weer zo goed te zien. Ja, dat is wel echt super fucking ziek. Die zijn echt, komen echt wel uit een put. Hoop ellende over hun heen gehad. Natuurlijk zelf een beetje vals gespeeld. De boel verneukt. En dan nu er zo bij zijn met en Sainz. Wat ik gewoon echt een gave coureur vind qua rijstijl en qua vuur. Ja. En de intelligente rijder Leclerc. Ja. En ik vind dat echt gaaf. Mag ik daar nog wat over Leclerc? Over die DRS-zones. Twee DRS-zones achter elkaar. Dat was de vorige race. In Bahrein was dat ook. Dan laat hij hem voorbij gaan voor de tweede DRS. En dan pakt hij hem terug. En dat gebeurde 3 keer of zo. Ja. En op een gegeven moment, Max blokkeerde in de eerste race de laatste keer zijn wiel. Dan denk ik van, hoe stom ben je, man? Laat hem gewoon die eerste DRS... Pak die tweede DRS gewoon. Je bent nu al 3 keer in dezelfde val getrapt. Ja. En dat, bij Saudi-Arabië weer precies hetzelfde. En nu zitten ze er dus over te zeiken, over die DRS. Nou, ik vind dat best wel gaaf, want je krijgt super veel actie. Ja. Nou ja, en wat ik wel, en dat zijn niet mijn woorden, maar dat was ook weer uit de andere podcast commentaar, dat je een beetje ziet dat Leclerc de wat slimmere rijder is, de meer berekender. Ja. En dat Max gewoon meer het vechtershart is. Ja, gewoon vol gas klappen. En die ook gewoon, precies bij wat jij zegt, dan zou je toch denken op een gegeven moment, oké, je gaat, maar hij denkt, ik ben sneller, ik ga er voorbij en dan blijf ik er voorbij. Hij is een beetje de Dirk Kuyt van de de harde werker. Dat je de Dirk Dorsman van Haas Boys 1. Ja, nou, ook gewoon. Wilde keeper. Is dat jij het zegt. Nee, maar ja, voor mij inderdaad, super vet om het merk des Racings Ferrari gewoon weer aan de top te zien. Mooi. En Dido? Nou, meer een negatieve verrassing dat McLaren het zo bizar slecht doet ineens. Ja, fucking slecht. Die zijn helemaal onderop. Die lange rechte stukken, daar kunnen ze blijkbaar wel wat mee. Dat zie je dan nu weer, maar in snelle bochtencircuits. Ja. Ik zat vanavond een interview te kijken met Norris en toen hadden ze het over Monza. Toen zei hij ook echt, nee, in Monza gaan wij gewoon geen goede zaken doen, want dat zijn gewoon... circuits waar wij gewoon niet snel zijn op dit moment. Echt zonde. Twee hele goede jongens achter het sturen. Maar het lijkt wel alsof het toch die Mercedes motor is. Nee, maar het is veel meer dan de motor. Ja, zeker. Ze hebben gewoon ook de downforce niet. Anders red je het op die snelle stukken ook wel. Wat Norris en Ricciardo, die allebei best wel een moppie kunnen sturen, naar mijn idee. Ja, die zijn gewoon nergens te bekennen. Nee. Gewoon ook in de bochtige gedeelte niet. Ja, zonde. Ja, maar vind ik echt jammer. Want dat vind ik ook echt een vet merk. Net als Williams overigens. Daar vind ik ook altijd sneu dat ze het zo... Kut doen, want het is ook al wat 40 jaar of zo is dat in de Formule 1 wereld echt een grote naam. Ze zijn nou op tweede grootste, de zeg maar meeste kampioenschappen hebben ze gehaald, zeg maar qua coureur die bij hun, want je hebt Ferrari en Mercedes. Surfer, Williams. Niet constructeurs, ze deden het wel iets beter. Ze hebben tenminste echt 2 seizoenen geleden. Ja. Elke weekend echt strak achteraan. Maar strak dan heb je zo'n pannenkoek als Latifi. Ja, die heeft al 3 races achter elkaar de muur in gereden. De laatste race van vorig seizoen. De race van dit seizoen. Die heeft al drie races achter elkaar de muur. Zeg alsjeblieft gewoon, zet Jan Doedelzak in die wagen. Ja, maar hij is de grote geldgever, hè? Ja, zijn moeder. Zijn moeder schijnt nog... over zijn moeder? Ja, zijn moeder, ja. Zijn moeder schijnt nog veel meer geld te hebben dan zijn vader. Zijn vader. Zijn vader. Zijn padre. Dan kan je anders ook een watertje pakken voor Sjoerd. Ja, ik heb niet zoveel wapenband. We hebben het er genoeg over gehad. Want mensen zappen altijd een beetje weg bij de Formule 1. Dat is wel waar. Dat is wel waar. Dus wat had je nu op het lijstje staan, Sjoerd? Tips. Tips. Het meest veelzijdige. Kaars. Tips. Kaars vet. Nee, tips. Hebben jullie nog tips? Tips. Films, muziek, aanraders. Pretpark, evenement. Pretpark, evenement. Hobbelschoen. Wat? Doe normaal! Hoeveel heb jij gerookt, joh? Ik heb laatst wel echt een mooie hobbelkoek gekocht. Je kan er lekker op hobbelen en je kan er lekker mee schoenen. Wat zegt deze man? Ja. Jij mag eerst...
Nee, jij bent hier de snelle denker. Wat is dit? Jullie zijn sowieso als laatst. Ja, jij bent eerst. Ik ben als eerst. Okay, maar langzaam denken gaat ook niet meer. Of denken. Nou, ik ga dit even gewoon goed doen. Ik heb dus laatst naar James Hype geluisterd. Kennen jullie James Hype? Hij heeft net een nummer gemaakt. Die is best wel bekend aan het worden. Heet Ferrari. Je gaat heel snel praten ook. Ja, ik denk dat lost het wel even op. Oké, dankjewel. Oké, alsjeblieft. En die James Vibe, die heeft dus een live set online gezet. En die raad ik jullie aan. Het is Ed Slam. Zit op en, ik hem, en ik ga hem... En ik ga hem op de Instagram zetten met een link, zodat jullie erop kunnen klikken. Maar het is een aanrader. Luister dat. Hij duurt wel een uur en het is huismuziek. James Hype? James Hype. Oké. Best wel een goeie. Hij kan ook best wel goed DJ'en met vier tegelijk, doet hij. Hoe gaat het eigenlijk met jou... DJ Kunsten. DJ? DJ Bra. Bra. Een DJ Bra is nog steeds... Wah, wah, wah. Hey, let's go. Ja, dat wordt mijn intro als ik ga optreden. Nee, wel goed. Gaat goed. Ik hoop eigenlijk misschien... Zet je nou weer aan je bicep? En zal ik het? Je kan niet stilzitten. Hou je nou alsjeblieft op. Ja, maar ik wil gewoon weten waar dit vandaan komt. Waarom doe je ik wil waar dit vandaan komt. Ik ben zenuwachtig zitten de zes mannen naar mij te kijken. Ze zijn met z'n vieren. Maar goed, leg je handen gewoon even op tafel. Zes ogen, bedoelde ik. Oké. Nu is wel dicht. Luister. Luister. We gaan nou even door. Ik hoop dat ik misschien een half uurtje kan op gaan treden bij het rampenfeest. Wat een mooi bruggetje naar mijn tip. Oh ja? Hey. Het rampenfeest? Ja. Als we het over leuke dingen, evenementen, et cetera hebben. 14 mei 2022 mag het eindelijk weer na 2 jaar. Het Rampenfeest. Woe! Woe! Okay, let's go! Nou ja, het is natuurlijk een fantastisch evenement waar Sjoerd en ik ook onder andere in de organisatie zitten. Mm-hmm. Tentfeest, schuurfeest, beter bekend voor de oude garde in Hazenswoudendorp. Ja, grote tent, kut muziek, onwijs veel bier en wijn. Kut muziek ben ik dus. DJ Bra. In het voorprogramma van DJ Nozem waarschijnlijk. Ja, om 9 uur als er nog iemand is. Niemand. Dus mocht je dat onwijs leuk vinden. 12 mei. 14 mei. 14 mei. Volg het Rampenfeest op de Gram. Ik geef het feest wel. Kijk even op de website. Loop je, joh. Nee, 14 mei. En, ja, zaterdag 14 mei. Volg ons op Instagram. Volg ons op de Gram. Ja, we pluggen die shit gewoon even. Gewoon ongehoord reclame maken. Ja, in onze eigen podcast. Ben je daar wel eens eigenlijk geweest, Dieder? Zeker. Ik ben er ook een paar keer flink slecht van afgekomen van het Rampenfeest. Dronken? Ja, toen ben ik thuisgebracht door... iemand? Door Björn. En die moest helemaal niet bij mij in de straat zijn. Die heeft echt het halve dorp doorgefietst om mij thuis te brengen. Thanks wel sympathiek. Ja, props voor Björn. Shout-out naar Björn. De urn. Shout-out naar de urn. Ja, was super tof. En toen heb ik alles ondergekotst. En mijn pa vond dat niet leuk. Ik ook niet daarna, want ik moest het opruimen. Wat was zijn bed? Nee, ja. ik weet niet hoe smerig het me mogen maken, maar ik weet nog dat ik op de wc ging zitten. Niet te smerig. Ja, ik weet nog dat ik op de wc ging zitten en dat ik dacht, ik ga overgeven. En toen dacht ik, oké, hier is het bad, chill. En toen heb ik in het bad gespuugd. En toen dacht ik, dit is niet handig. Toen heb ik in de wasbak naast de wc ook gespuugd. En toen dacht ik, dit is ook niet heel handig. En toen heb ik in de wc gespuugd. En toen ben ik naar bed gegaan. Dus mijn vader ging een uur later rustig naar de wc en die ging gewoon op de wc zitten. Maar ik had ook de bril niet omhoog gedaan, dus alles zat onder. Dus die was niet blij. Not amused. Nee, dus toen moest ik het op gaan ruimen. En terecht. Wat een klootzak. Ja, echt wel. Nee, nou, echt volledig terecht. Maar dat was wel een keer mijn echte rampenfeest, denk ik. Dus heb je ook zin in het rampenfeest? Weet je hoe leuk dat is? Weet je hoe leuk dat is als je bijvoorbeeld mensen hebt die dan... dan sta je... Dus bij het rampenfeest heb je de dicties. Voor de vrouwen heb je de... Ik geloof dat ik niks zie, want ik zit in een dictie. Ja, maar er staan er maar veel te weinig voor het aantal mensen dat er moeten komen. Zeg maar. Maar ja, de dictie is eigenlijk natuurlijk bedoeld... Kunnen we dat doorgeven aan de organisatie misschien? Ja, dat kan. Oké. Bij deze. Stuur een DM'tje naar de Rampenfeest Instagram. Dat er te weinig dicties staan. Maar goed. Hoe doen we er nog mee? Ja, dan komen ze uiteindelijk bij ons uit. Maar goed. Dus je hebt de dicties. En dan heb je ook een bekend fenomeen. Dat is de zeikweide voor de vrouwen. Zeikweide. Die zijn altijd de zeiken. Maar de mannen doen het altijd in dat slootje. Toch? Dat erbij staat.
Waar je niet in moet vallen. En hoeveel mensen hebben jullie al voorover zien vallen in die sloot daar? Ik heb het heel vaak gehoord, nog nooit live gezien. Ik heb iemand uit het dorp, ik noem zijn naam niet, heb ik gewoon rechtdoor zien lopen. Gewoon. Ja, wel meerdere daar. Of uitgelaten zeiken gewoon. Voorover. Ja, ja, precies. En dan gewoon met je neus in die pis. Ja, ja, want iedereen staat altijd in die slotenplassen. De hele avond. Die hebben daar netten gespannen, toch? Ja, ja, dat was voorheen. Was voorheen. Ja, was toen we toen nog met flesjes mochten werken, hadden we dat wel. Oh, oké. Okay. Omdat je dan die flesjes gewoon netjes uit de sloot kon halen. Maar nu, sinds een jaar of wat, hebben we van die rijstenbekers. Die vergaan dan een soort met sneller in het milieu en zo. Oh, dus oké. Okay. Dus ja, weet je probeert het wel te vermijden dat ze erin komen. Maar als ze erin komen, dan zijn ze binnen een paar weken weg. Moeten jullie niet werken met die wisselbekers dan onderhand? Is dat nog niet iets wat jullie gedragen zij doen ook niet met tokens en zo. Nee, ja, je hebt ook geen munten en zo. Je hoeft ook niet te kopen en te doen. Oh, ja. En nee, het moet ook wel leuk blijven. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, toen wij over moesten... Want voor de mensen die nooit er geweest zijn vroeger... mocht gewoon flessen bier hebben natuurlijk, liepen er... Kom je janken, moet je flessen rapen. Had je flessenraapdienst, liep je met je lege kratjes overal flessen te rapen. Overal glas voorin, altijd weer iemand onder het bloed. Toen moesten we over naar TAP. Met dus plastic bekers, milieuafbreekbare plastic bekers. Vond ik het eerste jaar was ik echt tegen. Ik dacht, nee, dit is niet het schuurfeestgevoel is dat je met een krat bier loopt en een fles en dit. Maar achteraf wel echt blij mee. Het was even wennen ook met het tappen en dit en dat. Doe je rap tap of niet? En hoe ga je dat uitdelen? En, met bier gooien? Bier gooien is wel echt een ding. Ja. Het is veel meer een ding. Maar bij schuurfeest gebeurt dat niet zo heel erg. Natuurlijk wel. Bij Rowanese en hardcore nummers, dan ze bier smijten tot de mat. Ja. Maar ja, dat accepteer je dan maar even. Maar het is de volgende dag wel gewoon een bladblazer door die tent en de tent is schoon. Ja. Chill. Ja. Dat is voor jullie, maar die flessenrapers, jongen, dat had ik toch altijd zo medelijden mee. Ja, dat is echt niet leuk. Dan loop je met twee van die kratten in één arm en zie je zeg maar... Ja. Ja. En iedereen loopt in de weg. En iedereen loopt het douwen. Ja. Ik heb ook sindsdien echt heel veel meer respect, sinds dat wij het zelf gingen geven, als je dan zelf naar een schuurfeest ging, dat je gewoon even ruimte maakte voor die gasten. Even, laat ze er even door, want het is echt kut. Ja, dat is echt. Maar hoeveel taps hebben wij? Volgens mij 13 of zo, toch? 13? Ja, nee, staan echt allemaal zo tegen elkaar aan. Sneltaps van die nee, we geen raptaps. Nee. Wel afgelopen jaren niet. En het is echt alleen maar dat ding gaat open, gaat gewoon gelijk 50 liter doorheen en dan zet je de andere weer open. Ja, echt, ja, maar je hebt er twee. Dus ja, je hebt twee taps aan één barretje. Ja. Dus als de ene leeg is, dan ga je zelf door met de ander. En dan kan Hendrik een nieuwe fust aan die andere hangen. En op het hoogtepunt gewoon Hendrik weggeven. En we hebben er ook eentje voor in de tank gezet. Want zo fout is dat. Als je hem voor in de tank... Is een tankwagen, is dat niet voor jullie? Ja. Ja, waar je mee zit, dan moet je de volledige hoeveelheid afnemen. Mm-hmm. En wij hebben nu nog wel eens met volle fusten. We stellen een zwikkie fusten en wat je overhoudt kan terug. Ja. Dus dat... Zodoende. Wel leuk. Ja, dus mijn rampenfeest. Tip, 14 mei, rampenfeest. Volg ze op de gram als je er alles van wil weten. En val Sjoerd lastig met berichtjes als je kaartjes wil. Niet doen. En hoe meer gezeik over de Dixie, hoe beter. Voor iedereen die komt zeiken, komt er een Dixie minder. Ja. Dat is wel waar. Heb jij nog een tip voor onze luisteraars, Diet? Nou, wel misschien een leuke muziektip, maar ik geloof dat ik daar wel rijkelijk laat mee ben. Wat dan? Silk Sonic. Of Sonic Silk van Anderson .Paak en Bruno Mars. Ja, ik vind het persoonlijk mega vet. Ja, is dat het ene nummer dat jij mij liet horen? Dat hij in zijn 70s outfit zat? Ja. Smoking Out the Window. Ja, die is het. Ja, ik vind dat echt mega vet. Ik vind sowieso Bruno Mars echt stiekem heel gaaf. En je hebt dan ook nog... heeft hij nu samen met Anderson .Paak ze zijn een band. Volgens mij is het ook de hele band van Bruno Mars. En Anderson .Paak zingt dan mee en drumt ook mee. En het is echt een soort 70s vibe. Het is zo dik. Echt, ja. Ik ken dat echt helemaal niet. Het is echt mega vet. Ze brengen niet heel veel uit, maar wat ze uitbrengen is wel echt grappig. Het is een zeiknummer over dat hij niet in zijn Mercedes mag roken van zijn wijf. Dat is het. Fucking vet, ja. Schrijf het op, Sjoerd. Diepe inhouders. Anderson .Paak met Bruno Mars. Ja. Anderson .Paak en Bruno Mars. Silk Sonic of Sonic Silk. Sjoerd gaat het even delen op de gram ook. Ja, dat zet ik ook even op de gram. Maar jij had geen tip, hè, zei je? Ik heb geen tip. Ja, ik ben fan van Noja. Bestaan die nog? Ja, nee, ze zijn gestopt met toeren. We zijn gestopt. Maar ze maken voor mij wel muziek.
Maakten ze nog meer muziek, of niet? Dan alleen maar Noisy, ja. Ja, ja, ja. Maar dat weten de meeste mensen weten. Foreign Beggars hebben gedaan. Een rapgroep uit Engeland. Oh, ja, ja. Die zijn, hebben ze ook gedaan. Dat is ook wel ziek, want dan hoor je gewoon die beats. Kraantje Papi natuurlijk. Huilende Rappers. Oh. Huilende Rappers. Oh, oké. Wat vet. Huilende Rappers, dat zijn dezelfde gasten. Nee, niemand meer? Okay. Ja, ik ken dat. Ik vind dat mega vet. Ik vind het ook. Weet je waarom Noisy ontstaan is? Waarom Noisy ontstaan? Hoe ze dat hebben bedacht, Noisy. Ja, omdat Vision omgedraaid is? Ja. Ja. Andersom, denk ik. Ja, helemaal andersom. Nee, Noisy is maar was een Vision was een DVD-speler, die hadden ze omgedraaid. Oh, Noisy. Ja. Maar hun platenlabel is dan wel weer Vision. Oh ja? Ja. Oh, dat is wel vet. En dat is gewoon omgedraaid. Ja. Ja, precies. Maar hun deden dus, daar zijn we nu mee gestopt, maar hun deden dus de huidende rappers gewoon een beetje on the side als een grapje. En dat is best wel hard. Ik vind dat best supergoed. Ja. Ik vind het supergoed. En ze deden het gewoon een beetje on the side. En gewoon een beetje lol hebben. En maar dat is dus het beste. Als het niet moet en je doet gewoon echt iets uit je hobby en een beetje rommelerij. Maar ze hebben gewoon op dat laatste album hebben ze een soort officieel album uitgebracht. Slaat nergens op, maar er zijn gewoon nummers, staan gewoon nummers op. Zeg, totaal niet af. Ja, nee. Dat is echt gewoon, het stopt gewoon op een gegeven moment toe. Stopt gewoon, of het zijn nummers van 30 seconden, of nog niet eens. En dan, ik moet dit in de mic praten. Ja, ik moet dat soort dingen. Die stopt daar gewoon 10 seconden en dan is het klaar. Ja, de beat van Cypress Hill. Ik moet dit in de mic praten. Of ik had laatst een broodje gegeten, wat te lang was op de meter. Ik had laatst een broodje gegeten. En daarom meet ik alles met mijn lineaal. Ja. Daarom meet ik alles. Blijf het ook briljant vinden. Maar daar hoor je ook heel erg in hoe intelligent zij zijn met muziek maken. Ja. Je hebt dat nummer toch met Sukkeltje. Ja. Dat je dat muntje de hele tijd hoort draaien. Dat vind ik zo goed. Hè? Dat is vet, hè? Dat is zo goed. Ja, dat heb ik echt nog nooit gehoord. Je hoort de hele tijd een muntje draaien. En in de beat zit gewoon de hele tijd tje op de achtste maat. Ja, ja. Dus zij zingen dan alleen maar W. En dan hoor je tje. Tje. Ja. Dus dat is W. Tje. Soms heb ik het wel een B. Tje. Ja, gehad met je. Een cd'tje. En dat is echt... Ik heb geen muntje, maar dat is echt... Ja. ik denk hij gaat nu een condoom uit zijn portemonnee halen. Ja. We zijn aan de beurt. Als je nog allemaal genaaid hier. 5 cent of 20 cent. Ik zal even zo tegen die microfoon aanlikken. Hoor je dat? Nee, je moet hem laten draaien. Ja, ze noemen ook laten vallen en draaien, inderdaad. Dit geluid gewoon, dat... Dat hoor je de hele tijd op de achtergrond. Heel subtiel. Maar jij bent wel een slechte muntendraaier. Ja, bent echt even... Pooi voor de vloer. Oké. Okay. Dus. Nou, dus? En jij hebt jij nog tips? Had het Drampfeest. Oh ja, Drampfeest, sorry. En jij? Ja, heb jij nog tips? Pardon! Ja, ik had tips uit. Oh, sorry. Doe normaal! Dirk, had jij anders nog een... Ja, maar ik vind... Ja, we zijn helemaal uit de klauw hier. Zou je nog iemand willen nomineren om ooit te gast te zijn hier? Armin van Buuren. Zijn moeder. Nou, dat lijkt me wel goed. Dat zou wel gaaf zijn. Maar dit is echt heel fout, want het klinkt alsof Armin van Buuren zijn moeder bashen. Nee, helemaal niet. Maar wij kennen haar. Ja. Ja, dat is wel waar, toch? Sjoerd heeft jarenlang voor haar gewerkt. Ja, nader. Een uur erna. Ze heeft voor Sjoerd gewerkt. Sjoerd, licht het even toe voordat mensen denken dat wij raar praten over Arm en zijn moeder. Ik heb bij Radio Rijnwoude gewerkt. Samen elke met Rocky Billy, toch? Met Rocky Billy. Elke vrijdagavond van 7 tot 9 deden wij de Kracht voor FM. En het uur daarvoor was Armin van Muder zijn buren. Zijn buurvrouw. Armin van Buren. Doe normaal. Stel je voor dat Armin van Buren zijn buren over wil praten. Armin van Buren zijn moeder. Armin van de Buren. Weet het eigenlijk wel echt expresser. Maar Armin van Buren zijn moeder was er dus een uur ervoor. Dat dus die werkte voor jou. Ja, die werkte voor mij. Wat tof. Oké, maar Dieder, wil jij nog iemand nomineren? Ja, mijn enige echte kameraadski. Bitterbal. Ja! Dat zou wel tof zijn als Bitterbal. De Big Tim, ja. Zo, dat was een hele slechte geit, maar inderdaad, die ja. Ja, Big Tim. Ja, Biba, Bitterbal. Ik mis hem. Bitterbal Bouwland. 16, raise your fist for 16 bit. Ik had een bitterbal ooit al een keer. Nee, trouwens, dat zeg ik niet op de dinges. Maar ken je het fenomeen bitterbal bouwlamp? Nee.
Ja, vroeger, toen Bitterbal nog in Café Bar Dancing de Fat Mosquito werkte. Ja, epische tijden. Dan was het op een gegeven moment 5:30 en dan moest je de deur uit. Maar dan gingen die finale bouwlampen aan. Ja, ja, ja. Dus dat was dus de Bitterbal bouwlamp. Wat vet. Het is nu ook als je elke kroeg waar je dan tot sluit bent en de lampen gaan aan. Ah, ja. Bitterbal bouwlamp, we moeten naar huis. Er kwam wel eens een keer een meisje binnenlopen, die was best wel klein. Echt gewoon heel klein. En toen zei hij, oh god, zei Bitterbal, oh god, hoe heb ik weer dat kattenluik open laten? Maar er zijn weinig mensen waarbij je gewoon niet kan zien of ze nou echt gewoon gestoord of geniaal zijn. En Bitterbal was echt iemand die perfect die grens op kan zetten. Ik heb hem wel eens een niet nader te noemen persoon nazien doen. En dan deed hij, hey Bitterbal. En toen dacht ik echt, man, nou, en dan stond hij erbij te kwijlen. En het is echt bizar. En dat zijn echt van die momenten dat ik dacht, poeh. Ja, Bitterbal dus. Tim, we gaan hem uitnodigen. Ja, voordat we gaan hebben we nog een presentje voor jou. Voor mij? Ja. Een stapel bier. Oh, dan moet je nog even naar de kelder. Oh, zit het in de kelder? Ja. Oh, oké. Okay. Pak zo nog even je presentje uit. Gaat Dirk alsnog dat condoom tevoorschijn halen? Ik ga die oorschelp er wel even ervoor. Ah, oh, nice. Nee, dus we hebben nog wel wat voor jou. Voor zo ja, je krijgt er gewoon nog zo'n presentje. Oh, dank je wel, wat lief. Maar voor nu ga ik denk, is het beter misschien als we gewoon af gaan sluiten? Ja, we gaan afsluiten. Want hoe lang zijn we al bezig? 1:20? Dat deert niet. Oké. Okay. Tot ziens, jongens. Ik wil jullie graag andere keren zien. Nee, wacht, dat was wel de afsluiten. Maar wel, jongens, onwijs bedankt dat jullie er waren. Superleuk, jongens. Echt graag vet. Graag. Echt gezellig. Ja, mensen, we hebben echt weer genoten en gelachen. Heel leuk. Ja, zeker, ja. Iedereen vond het een beetje spannend vanavond. Ja, ik vond jullie twee wel, hè, in het begin. Ik denk dat Bitterbal het ook spannend vindt. Die zit sowieso te bibberen, hoor, voordat je hem uitnodigt. Nou, dan geven we een paar shotjes. Hoe heet het ook weer? Koeberg. Koeberg 7. Nee, en aan de luisteraars ook. Dank dat jullie het weer vol hebben gehouden. Wij gaan komende tijd gewoon weer eventjes wat vaker aan de slag. Ja. Corona-vakantie, smoesjes hebben, wat roet in het eten gegooid. Maar daar laten we ons nu niet meer van weerhouden. Nee. Dirk, onwijs bedankt. Dirk, Diede, onwijs bedankt. Dank tof je. Dat jullie waren. Sjoerd, ook weer bedankt. Dank jullie wel, jongens. Ik heb echt wallen uit mijn broek gelachen. Ja. Anders ik wel. Ja. En vergeet allemaal niet te abonneren en te liken en te subscriben op YouTube. Welke kant zie je dan? Daar, links. Even met je duimpje omhoog. Linksboven? Boven. Blauw duimpje in je reet. Blauw duimpje in je anus. Mensen, tot de volgende keer. Tot ziens, jongens. Ik wil jullie graag andere keren zien.